Het EFS College COFAP heeft onlangs de eerste 5 studenten van de post-basisopleiding geriatrieverpleegkunde afgeleverd. Deze opleiding is tot stand gekomen door de internationale samenwerking met Selkirk College Canada. De afstudeerprojecten van de 5 studenten hebben als doel een verbeterplan te ontwikkelen aangaande de zorg voor ouderen in Suriname. Het unieke van deze opleiding is dat ons land het enige in het Caribisch gebied is met een curriculum in ouderenzorg, dat ook in het Engels aan het Caribisch gebied aangeboden zal worden. Dit maakt dat Suriname en daarmee het EFS College COFAP het eerste land en opleidingsinstituut wordt dat de eerste geriatrieverpleegkundigen aflevert op nationaal en regionaal niveau.